er niet meer scheen. Was de dag dat John met mijn vriend verdween. Ja, hier was het! Hier was het! Hier is het allemaal begonnen in 1981. Hier in Café Vermoeden, dat nu helaas, heb ik toch zo'n vermoeden, er niet meer is. Maar wat benauwd als ik me van pil had vergist. De dag, dat het zonlicht niet meer scheen. Wat de dag, dat John met mijn vriend verdween. De link tussen Arbeid Aalten en de Beurs Schouwburg is de rockrally van 1982. We waren meteen verkozen. En we mochten naar de halve finale. De bedoeling van de Rockwell hier was om onbekende groepen een platencontract te geven. En we hadden ondertussen al twee platen zelf uitgebracht. Groente voor Toe heeft hier voor het eerst gespeeld. In 81 of zoiets, denk ik. En ik zelf ook. Er waren een soort van kraakpandgasten. En die organiseerden hier evenementen. Er was letterlijk niks in de Dansaarstraat. Dat was echt de Beurs Schouwburg, Hotel Centraal. De McDonald's is in het begin van de jaren 80, eind jaren 70, begin jaren 80 gekomen. Ik denk achter Darcy Duc stopte het. Want daar liep je niet door. Hè. Je kwam gewoon tot aan de Beurs Schouwburg en ging er. Dat was zo de black hole, het zwarte gat. Dat waren oude winkels waar dat je koorden kon kopen en visgerief. Suïcidale types, die gingen eerst een koord halen en dan sprongen die kinderen in het kanaal. Ja. Op de Sint-Goriksplaats, hier achter de hoek, ja. Dat was, waren allemaal vervallen appartementen. Dat was echt, dat was geen vierde wereld, dat was zesde wereld. Vrij gevaarlijk ook, er werd geschoten. Ik heb eens een lief gehad hier op de Sint-Goriksplaats. En op een nacht worden wij wakker in een kabaal en dan had iemand uit het café beneden gewoon de wc-pot uit de wc gerukt en door de venster van het café op de straat gegooid. En dat, daar lagen ze dan in te vechten met twee of drie. Man, man, die deur is gewoon niet veranderd. Je bent hier echt in al die jaren. Ja, oh, Leo, die tafel stond er zo niet, hè? Alles gebeurde eigenlijk op café. Vooral dit café eigenlijk. Ja, filmmakers, acteurs, actrices, muzikanten, iedereen zat hier. Journalisten, de pers zat hier ook. Als je te hard dingen vertelde, dan stond dat in de gazette de volgende dag. Ja. Zit, ik vind dat niet te doen. Ik ben hier echt in 30 jaar niet geweest en dat is echt zo van, dit is weird. Ja, dat is ik zal even een keer, we kregen ticketjes van elke ronde tournee dat betaald werd. En de serveus had gezegd, als je alle ticketjes opeet, hoef je niet te betalen. En hij heeft alle ticketjes opgegeten en dat was zo pak. Wij zijn dan begonnen in 1980, 81 en tegen 1984, 85 was gewoon de, wat toen opeens belpop heette, had ze een tijd gehad en toen stopte het opeens. Mm. En toen zijn er heel andere groepen begonnen, onder andere Clouseau en Soul Sister, maar die waren niet, dat had niks met Brussel te maken eigenlijk. En ons allereerste clipje, Ik sta scherp. Daar de eerste beelden van, daar zie je mij zo met een virtuele sigaret een act doen en Jan heeft een saxofoon vast, is ook gefilmd hier op het podium van de AB. Ik denk zelfs dat we de eerste plaat Jonge Helden ook hebben voorgesteld in de toenmalige Bar Americain. Dat klopt, ja. Wat nu de club is. En in het vorige programma speelde de inmiddels volledig vergeten Jacques Stinkens, later bekend geworden als de filmregisseur Dominique de Rudderen. Boom, boom, boom. We hebben hier grote dorst. Het was een heel
Ja, verrassing toch, vond ik dat de AB vroeg. Hey, hallo Arbeid Adels, we zien jullie wel zitten in die Rewind-serie. Tussen de kids en Remo van het Groenewoud en Gorky. En zo van, ah ja, zijn ze zeker? Hebben de juiste groep aan de telefoon? Bedoelt u ons? Ja, die plaat uit 1983. Dat blijft goed. En ja, over 20 jaar is dat nog geweldig. Het is de Chateau Petrus van de vinyl. Ja. Pardon. Ja.